Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Marilisa en vandaag wil ik het gaan hebben over de 5 gewoontes die je vandaag nog kan toepassen om een gezonder leven te hebben. Het zijn 5 gewoontes die je niet alle 5 in één keer zou hoeven op te pakken, maar die toch een klein beetje kunnen helpen om wat fitter te voelen, wat strakker te voelen in je lijf en misschien zelfs een beetje af te vallen als je heel consequent blijft doen. De eerste gewoonte is niet meteen de allerleukste. Het is namelijk iets vroeger opstaan. En iets vroeger opstaan heeft niet zozeer te maken met dat je iets minder zou moeten slapen. Maar dat als je iets vroeger opstaat, je vaak wat productiever bent. Wij mensen zijn nou eenmaal het productiefst in de ochtend. En dat is dan vaak net het half uurtje na het opstaan tot 2 uurtjes daarna. En hoe meer jij gedaan krijgt in die periode, hoe stressvrij de rest van de dag is, wat ook weer zorgt dat je minder gaat snacken, dat je meer tijd hebt voor andere dingen zoals bijvoorbeeld bewegen of een gezonde maaltijd maken. Dus als je het grootste gedeelte van je werk 's ochtends gedaan krijgt, betekent dat ook dat je meer tijd hebt voor andere dingen. Dus het kleine half uurtje eerder opstaan kan je echt al heel veel schelen. De tweede gewoonte die je zou kunnen oppakken is je auto wat verder weg parkeren. We zijn geneigd om de auto zo dicht mogelijk bij de supermarkt, kantoor, onze voordeur, bij vrienden, noem maar op, zo dicht mogelijk bij onze bestemming te parkeren. En hoewel fietsen nog altijd beter is, dus als je je auto wat verder weg parkeert, je sowieso wat meer stappen doet. En als je dat dagelijks zou doen, dan zet je veel meer stappen. En dat is eigenlijk de onderliggende gedachte van deze gewoonte, dat je wat meer gaat lopen. De derde gewoonte die je zou kunnen oppakken is een hele simpele, namelijk een glas water drinken voor iedere maaltijd. Klinkt een beetje cliché, maar op deze manier drink je veel meer water, zit je ook voller, waardoor je minder snel overeet aan calorieën en waardoor je dus ook gezonder en fitter wordt. En dat ene glas, het is heel erg simpel. Je klokt het naar binnen voordat je aan je maaltijd begint en het zorgt niet alleen voor dat je voldoende gaat drinken, misschien zelfs iets meer gaat drinken dan je gewend bent, maar dus inderdaad ook dat je wat sneller verzadigd bent van je maaltijd. De vierde gewoonte die je zou kunnen oppakken is eet aan de eettafel. Ik zelf ben hier echt heel erg lang schuldig aan geweest. Zeker toen mijn kinderen wat klein waren en ik vaak 's avonds alleen at. At ik gewoon voor de televisie. En dan schuif je eigenlijk je eten een beetje gedachteloos naar binnen. En je maakt er niet echt een moment van waarop je bewust bent van wat je in je lijf stopt, wat je proeft, wat je doet. Je ook niet echt bewust bent van de mensen om je heen. Dus eet aan de eettafel. Het is ook zelfs onderzocht dat je dan minder snel overeet. Dus hè. Maak gewoon even een momentje voor jezelf, of je nou wel of niet iemand hebt om samen mee aan tafel te zitten. Creëer dat momentje, pak er anders een boek bij, dan heb je nog minder kans dat je gaat overeten als dat je een televisieprogramma gaat kijken. Maar ga zitten aan de tafel. En de vijfde gewoonte die je kunt oppakken is gezonde snacks meenemen naar je werk of naar school of waar je overdag naartoe gaat. Het is heel makkelijk om zomaar wat reepjes of koekjes of een paar stukken fruit te pakken, maar ga eens bewust kijken naar wat jij precies meeneemt, wat jij ook echt lekker vindt, maar ook hoeveel calorieën dat bevat. Is dat eigenlijk wel zo'n gezonde snack? Want als jij een zakje mixed nuts meeneemt en je eet dat hele zakje op aan je bureau, dan heb je waarschijnlijk al bijna 600 calorieën op, alleen omdat je de hele middag aan het grazen bent. Ga echt kijken naar wat voor gezonde snacks vind ik lekker en welke kan ik makkelijk meenemen naar mijn werk die niet gelijk meer dan 500 calorieën zijn. En dat was het voor deze Healthy Habits video. Hebben jullie zelf ook een goede tip welke goede gewoonten jullie hebben opgepakt en het verschil heeft gemaakt? Laat het even in de comments onder weten. Vind je dit soort video's nou leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog handig bent. En dan zie ik je in de volgende video. Doei.